Joey van den Berg, hoe kun je deze wedstrijd in een zin, in een verhaal, in iets samenvatten? Ik denk één woord heel teleurstellend. Zeker hoe we het hebben gedaan met 10 man. En dat je tot 10 minuten voor tijd eigenlijk nog met 2-1 voor staat. Den Bosch eigenlijk geen kans creëert. Dan is het heel teleurstellend dat je die wedstrijd nog verliest. En ja, dan geeft uiteindelijk die onterechte, in mijn ogen onterechte rode kaart, de doorslag. Omdat je uiteindelijk toch met een mannetje tekort komt op het einde. Laten we even teruggaan naar dat moment. Er zijn heel veel discussies al over online en overal wordt er over gepraat. Is het nou wel of geen rood? Wat is het voor jou, vanuit jouw perspectief? Nou kijk, vanuit mijn perspectief, kijk, ik haal hem in omdat ik natuurlijk verschrikkelijk snel ben. En kijk, ik hou hem daar een beetje vast omdat ik ben dus niet zo snel. Maar daarmee hou ik een beetje de snelheid ervan af. Maar het is niet dat ik hem dusdanig vasthoud dat ik hem uit balans breng of zo, weet je wel. Dus... op het moment dat ik de bal heb, gaat hij liggen. En ja, volgens mij staat Rens ten tweede ook nog op een metertje afstand. Ja, is dat dan doorgebroken? In mijn ogen dus totaal niet. En ja, hij valt ervoor. Hij wou zelf volgens mij ook niet de beslissing nemen. Dus gaf hij rood. Ja, kijk, en hoe ik dan reageer is niet goed. Maar dat is in mijn ogen een bepaalde onrecht die je dan wordt aangedaan. En daar reageer je dan op. Dus... Heb je ook het idee dat het misschien met imago te maken heeft? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het maakt niet uit wie er in die positie had gestaan en wie die overtreding had gemaakt. Dat hij dan waarschijnlijk toch een rode kaart had gegeven. Dus ik denk niet dat, nu was ik het. Dus ja, dat, ik denk niet dat dat ermee te maken heeft. Dat leverde wat frustratie op. Wij zitten hier recht boven op de tribune en we horen een enorme knal. Dat zal waarschijnlijk van jou geweest zijn om de deur dicht te slaan, of is er meer gebeurd? Nou ja, die deur is wel hard dicht gegaan, ja. Maar hij zit er nog in. Dus ik verwacht geen rekening of zo. Wat er ook nog online gezegd werd dat je iets met je hand zou hebben, maar je zei net al voor de camera of achter de camera, dat is niet het geval. Nee, niks aan de hand. Nee, ja, ik was gefrustreerd dat die kaart gegeven werd. Maar ja, goed, dan gooi je eens een keer met een deur en dan ben je het na 10 minuten weer kwijt, weet je wel. Dus, ja. Dan kijk je die tweede helft. Ik weet niet waar je gezeten hebt, maar dan komt waarschijnlijk op een gegeven moment ook nog Jack ergens binnenlopen, want die krijgt ook nog rood. Jullie willen denk ik niet veel voor die scheidsrechter zetten, maar ik kan me toch voorstellen dat je er wel een meningje over hebt. Nee, ja, kijk... Los van het feit dat het vandaag in ons nadeel was, zijn het dusdanig beslissende beslissingen geweest van hem die ons eigenlijk wel de nek om hebben gedaan. En dat is echt heel zuur, omdat je voetballend gezien en op het veld eigenlijk Den Bosch gewoon de baas was, weet je wel. Dat gevoel had ik tenminste in de eerste helft en eigenlijk ook wel in de tweede helft. Zeker hoe we dat met 10 man hebben gedaan, dat was top van de jongens, weet je wel. En, ja, dan is het extra zuur dat je daardoor verliest, weet je. Kijk, als je nou slecht speelt, dan kan je er vrede mee hebben. Of hun zijn veel beter, dan kan je er iets meer vrede mee hebben. Maar om hem dan op deze manier te verliezen, ja, dat is heel lastig te verkroppen, moet ik zeggen. En voor jou zal het extra pijn doen, want je krijgt weer een schorsing. En dat zal een schorsing zijn die je onterecht zal vinden. Vrees je dat die schorsing ook iets meer zal worden omdat je nog probeert die rode kaart uit zijn handen te slaan? Of denk je dat dat mee zal vallen? Nou ja, ik weet niet. Ik hoop dat ze een beetje de emotie meenemen in het feit dat het gewoon onterecht was. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat die geseponeerd wordt. Maar goed, ja. Ze komen niet zo heel vaak terug op hun woord, weet je wel. Omdat ze, ik ben ook wel eens in Zeist geweest, dat heeft ook heel weinig zin. Ik hoorde Marie Stijn laatst ook, nou daar ben ik het wel mee eens. Dus we gaan het zien en in mijn ogen was het onterecht, ja. Zie je in ieder geval dat je met een rode kaart op zak, want dat doen niet veel spelers met voor de camera wil verschijnen. Ja, nee, ja, dat hoort erbij, hè. Het is part of the job, zoals ze zeggen. Dus graag gedaan. Jack, je komt hier nog lachend aanlopen, maar het zal toch wel een beetje lachen als een boer met kiespijn zijn, denk ik. Ja, natuurlijk. Alleen heeft het geen zin om die woede hier nu tentoon te spreiden. Dat heeft ook geen zin als je weggestuurd wordt, want daar kan je verder toch niet zoveel meer aan doen. Maar je hebt er wel een mening over, wil je die wel delen? Nou ja, weet je, ik vind dat... Ik heb hem bij Fox en bij de andere cameraploegen ook bewust Joey genoemd. Ja, hij is 27 jaar en ja, de foutjes die hij maakt, dat is gewoon ervaring. Ik vind de rode kaart bij Joey, dat vond ik duidelijk geen rode kaart. Ik twijfel zelfs aan de overtreding omdat Blummel het echt opzoekt. Nou ja, dat moet je als scheidsrechter zien. Daar waren spelers van Den Bosch de eerste helft mee bezig, de hele tijd. Blummel, Sapine, waren continu aan het vasthouden. Nou ja. Hij beslist voor een rode kaart. Op dat moment zitten we eigenlijk prima in de wedstrijd met de 1-1.
Ik vond dat we verdiend op 1-0 voor zijn gekomen. Een beetje onnodig de 1-1 weggeven. Dan kan je de tweede helft kan je ook daarmee doorgaan. Door de rode kaart van Joe heb ik gezegd, we gaan 4-4-1 spelen. Het voornaamste gevaar kwam via de zijkanten van de bos. Dus ja, je moet in die breedte de bezetting houden. Maar probeer vanuit die organisatie, want daarom hebben we Okita en Daddy laten staan. Ja, probeer met snelheid in de diepte in ieder geval nog tot kansen te komen. En te profiteren op het moment dat hun gaan forceren, gaten laten vallen of uit de organisatie gaan lopen. Nou, dat liep prima, want we kregen de tweede helft de beste kansen. Je zag dat het bij hun stroef verliep. Ja, dan kom je verdiend met 2-1 voor. Uiteindelijk is het dan heel zuur dat je, wat is het, ik denk 8 minuten voor tijd of zo, dat de 2-2 valt. Er was ook geen aanleiding voor eigenlijk, want jullie hadden het leek wel in handen. Nou ja, zo'n bal die precies volgens mij in de voeten van Verbeek wordt gekopt of op het hoofd van Verbeek. En die kopt hem in de verre paal, bij de tweede hoek kopt hij hem erin. Ja, geen uitgespeelde kans, maar een situatie. En daarna moet je dan de wedstrijd proberen over de streep te trekken, de 2-2. Ja, en dan ontstaat de slotfase waar dan in eerste instantie Rens de gele kaart krijgt. Ja. Ik zag vanaf mijn positie dat die bal een meter achter was. Ik vond dat op Ole Romani in het duel daarvoor een overtreding gemaakt wordt. En nogmaals, verder prima gefloten. Maar het zijn belangrijke momenten voor een ploeg die onder druk staat. In die zin met 10 man speelt. Die 2-2 over de streep moet halen. Ja, dan laat hij daar de wedstrijd varen voor ons. En de 3-2 heb ik niet meer gezien. Toen was ik binnen. Wel gehoord, denk ik. Ja, wel gehoord. Een minuutje of 2 minuutjes nadat ik binnen was, hoorde ik in ieder geval luid gejuich. En dan is dat nog extra zuur. Want als je dan die 2-2 nog over de streep trekt, dan kan je een lange neus trekken nog. Ik had het idee bij die situatie waarin jij rood kreeg. Je kreeg eerst een gele kaart. Ik had het idee, hij hield het nog steeds vast om je de tweede al te geven, alsof hij het van tevoren al bedacht had. Wat zei je? Was het heel schokkend? Nee. Ik zei alleen, het commentaar wat Rens van Eijden geeft is volledig terecht. Omdat je daar 2 momenten laat liggen. En hij trok die gele kaart waarop ik zei, tuurlijk, dankjewel. En dat was misschien op een manier waarop hij denkt van, ik word belachelijk gemaakt. En daarop trok hij de tweede. Ook uit die situatie blijkt dat je niet ervaren genoeg bent om jezelf ook om te draaien en die gele kaart te geven. Zeg je dat ook tegen hem? Daarna niet meer en ik ga nu niet met hem praten, want hij is nog niet uit de kleedkamer en laat hem daar voorlopig maar lekker zitten. Nog even terugkomend op de wedstrijd aan zich. Jullie hebben strijd aan de dag geleverd. Jullie waren het grootste deel van de wedstrijd beter. Die 1-1 was op het moment dat Den Bosch misschien wel beter was. In de tweede helft hebben jullie eigenlijk gedicteerd met 10 man. Het enige wat ik dan mezelf afvraag, baal je dan toch dat het merendeel van die 3 goals door persoonlijke fouten toch tot stand komt? Ja, nee, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Want je kijkt altijd naar het voetbal wat je wil, hè, en naar je verdedigende organisatie. En die was in grote lijnen was die prima. Het voetbal was prima. In het begin vond ik nog wat onwennig in het zoeken, weet je wel. Want hun hadden Beltrame aan de zijkant neergezet om vanaf die kant eigenlijk de diepte achter onze laatste linie te zetten. Dus verdedigend hebben we even moeten kijken van zo staat het en zo gaan we het doen. Aanvallend kwamen we steeds beter in de wedstrijd. Je ziet dat de spelers die we voorop hebben, een Dari die weer prima speelde, Okita die prima speelde. Helaas moesten we Sven offeren voor het systeem in de tweede helft. Ja, je ziet dat Ennis steeds meer betere, goede dingen doet. En natuurlijk heeft hij nog wel eens een keer balverlies, maar het gaat erom. Alles wat erachter staat moet dan gaan knokken en dat weer goed gaan maken. En dat heb ik allemaal teruggezien. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd, hoe moeilijk dat ook is. Zit het er allemaal doorheen. Alleen het is wel zo dat je eigenlijk deze wedstrijd moet winnen. Zet die frustratie toch maar om in veel mooie wedstrijden die nog komen. Dankjewel. Ja, dankjewel.